Het nieuwe stadseiland blijkt niet geschikt te zijn voor het organiseren van festivals. Maar waar moeten we deze mooie locatie dan wel voor gebruiken? Verder vandaag discriminatie onder sollicitanten, een moskee op de parkeerplaats bij station Goffert en natuurlijk de glijbaan waar iedereen het dit weekend over heeft, hier in de Stikke Hezelstraat. Welkom bij Wat zegt het volk? What does the fox say? What the fox say? What does the fox say? Nijmegen was laatst heel even wereldnieuws toen hier in de Waal een compleet nieuw stadseiland gerealiseerd werd. Verschillende organisaties hebben al plannen voor evenementen op deze mooie locatie. Maar nu bleek afgelopen week dat een deel van het eiland voorlopig nog helemaal niet geschikt is als evenemententerrein. De locatie blijkt veel te oneffen te zijn en op sommige plekken zak je nog zelfs helemaal weg. Het kan nog lang duren voor het terrein voor evenementen gebruikt kan worden. Waarom is hier niet beter over nagedacht? En wat vinden we hier eigenlijk van? En wat kunnen we de komende tijd eventueel wel op het eiland organiseren? We vragen het aan de Nijmegenaren in de binnenstad. What the fuck say? Een uitzending van Wat zegt het volk terugkijken doe je via youtube.com/altijdn1. What the fuck say? Gewoon beton erop gooien en alsnog een party-eiland ervan maken. Ik zou nog een huizen bouwen. Huizen? Ja. En waarom dan? Er staan nu al huizen en het is natuurlijk zonde om er dan niks mee te doen. Dus ik denk dat dat prima kan, toch? En stel dat het lukt niet, wat dan? Misschien paarden op los laten lopen, dat zie je ook wel bij Bemmel. Ja, misschien kan de grond verstevigd worden, dat er dan toch festivals georganiseerd kunnen worden. Mm-hmm. Want het zou wel heel leuk zijn met de Vierdaagse bijvoorbeeld, als er dan wel weer een feest is daar. Ik weet niet. Geen idee? Nee, echt niet. Ja, ik zou eigenlijk niet weten wat je anders met zo'n grasveld zou moeten doen met het zomerfeest bijvoorbeeld. Dan, wat kun je daar nog meer neerzetten? Want het past geen groot podium, anders heel veel kleine dingen misschien. Nou, moeten ze dus echt versterken als dat van tevoren de bestemming was, kan dat niet. En stel, de grond kan nou niet verstevigd worden, wat dan? Ja, wat dan? Dan misschien natuur laten ontwikkelen. Ja. En dat je kunt wandelen in ieder geval. Een soort landschap. Ja. Ja. En ja, wat als het nou niet verstevigd kan worden, wat moet er dan gebeuren? Het moet gewoon gebeuren. Want alles is het gewoon het hele plan weg. Dat kan gewoon helemaal niet. Nou, ik kan me niet voorstellen dat ze dat zo hebben gebouwd dat het gaat zakken. Als dat toch zo is, dan vind ik het wel blunder nummer 1, zeg. Nou, je vertelt mijn verhaal, je weet meer dan ik. Dus ik kan hier niks. Nee? Wat kan er niet op dan door het gewicht? Ik bedoel, geen huizen bijvoorbeeld? Wat leuke een restaurantje, cafeetje, terras, dat soort dingen denk ik. Wat zou er nou moeten komen? Nou, ik vond Balderfietsen maar in wel heel erg leuk. Het was wel een leuk evenement en een goed voorbeeld van waar het voor bedoeld was. Ja. Maar dat is eigenlijk gewoon weggegooid geld dan. Inderdaad. Dus wat moeten we nu met het eiland gaan doen? Ik zou het echt niet weten. Nee. What the fuck say? Twitter mee over de actuele nieuwsonderwerpen via @altijdn1 met hashtag WZHV. What the fuck say? De Turkse moskee Eyüp Sultan uit Bottenwel wil een nieuw gebedshuis realiseren. De locatie hiervoor is dit terrein vlakbij station Nijmegen-Goffert. Nu is daar veel weerstand op. Zowel van moskeebestuur als bedrijven en omwonenden. De locatie is erg gewild, mede vanwege het naastgelegen kantoorpand 52 Degrees. De Turken zien zelf de nieuwe moskee liever op een beter bereikbare plek dan deze. Wat zegt het volk hier eigenlijk van? Is de beoogde locatie goed genoeg? Weet men een geschiktere plek of ziet men liever de moskee helemaal niet komen? What the fuck, say? Station Goffert. Nou, daar kom ik niet al te vaak, dus dat is altijd zo'n moeilijke vraag, hè? Oké, ik ben niet heel bekend in Nijmegen, maar ik heb hier nog geen moskee gezien. Dus ik denk dat dat gewoon wel prima is natuurlijk, want die mensen moeten wel gewoon hun geloof kunnen uitvoeren. Persoonlijk ben ik er niet zo helemaal voor, want ik vind het geen mooie gebouwen. Maar ja, ze moeten wel een plek hebben, dus wat dat betreft. Ik vind het prima. Lijkt me een goede plek. Ja? Ja. Ik weet alleen niet of het echt een mooie plek is, zo bij een station. Maar jij zou er geen probleem mee hebben als er een moskee zou komen? Omdat ik er niet echt vaak kom. Nee. Dat is goed, ik heb er niet echt een mening over. Ja. Ja. Prima, ik bedoel, het moet toch. Of het moet toch. Die mensen hebben ook een ruimte nodig. Ja. Dus, Maar stel, het zou nou naast jouw huis gebeuren? Ja, nee, natuurlijk niet relaxed. Maar ja, dat geldt ook voor een discotheek naast mijn huis. Dat krijg je ook allemaal lui over de vloer die je normaal gesproken niet zou hebben. Dus.
Ze hebben dus liever dat de moskee in het centrum komt. Wat zou jij ervan vinden als nou hier een moskee zou komen? Ja, als er plaats is, dan doe het maar gewoon. Ja. Hier in het centrum, ja. Ja, ik denk toch dat het beter is om het daar dan te doen. Dan moeten mensen, of de mensen van daar naar hier moeten, of van hier naar daar. Ik vind het prima. Ja? Ja, ik vind het prima. Ja. Ik vind het wel prima, want ik ben heel erg tolerant naar allerlei culturen. Mm-hmm. Dus ik vind ook dat moslims daar moskee mogen. Ja. Eigenlijk wel goed. Mag wat mij betreft ook. Maar er moet wel plaats voor zijn. Ja. Dus als dat er niet is, ja. Dan gaat het ook echt niet. Nee. What the fuck say? Wie de Stikke Heeselstraat kent, zou het vast wel eens gedacht hebben. Dit is een hele goede plek voor een grote glijbaan. Dit weekend is dit idee werkelijkheid geworden. Het weer is misschien niet op en tot zomers, maar dat mag de pret niet drukken. Nou, van de waterglijbaan. Helemaal super. Top georganiseerd? Helemaal super. Ja? Ja, is echt waar. Hoe was het? Ja, het was heel leuk. Ja? Ging het hard? Ja, best wel. Waarom zijn jullie hierheen gekomen? Mijn mama had het verteld. En toen zou ik het leuk vinden om er naartoe te kijken. Ja. Hoe vind jij het hier? Ja, heel gezellig. Heb je zelf ook meegedaan? Nee, dat niet. En waarom niet? Ja, ik had er toen niet zoveel zin in en nu ben ik eigenlijk wel blij mee. Ja, heb je er geen spijt van? Nee, dat niet. Mag ik jullie wat vragen? Ja, hoe ging die? Nou, goed. Hard? Dank wel. Wie heeft er gewonnen? Ik werd harder. En wie heeft er gewonnen? Ja, ja, ik. Nee, want ik zat vooraan. Oké. Meneer, mag ik jullie iets vragen? Ja. Wat vindt u hiervan? Nou, ik vind het wel heel apart, ja, eigenlijk, hoe dat gaat hier. En zijn jullie zelf al van de kleibaan af geweest? Nee, nog niet. We zijn nog in functie nou. We zijn nog in functie, dus nou... Maar dat gaat zo wel gebeuren. Nou, nee, wel. Ik moet nog tot 9 uur, dus dat is heel oké. Okay. En wat denk je nou als je dit ziet? Een beetje eng. Ja? De kans is best hoog, hè? Ja. Maar je durft wel? Ja. Nou, ik vind het maar een fiasco. Een fiasco? Ja, je ziet er niemand eraf gaan. En ga je zelf nou ook meedoen? Nou, het lokt me wel aan, ja. Maar ik ben wel zo'n sportief type die dat wel wil doen, ja. Dus het zou kunnen zijn dat jij zo'n kaartje gaat kopen? Nou, ik heb een zwemkleren niet bij mij. En gaat u zelf ook? Nee hoor. Nee, nee, dank je wel. Ik heb een leuke boxershort aan, maar ja, dat is ook weer wat. Dan moet ik daarna weer... Ja, oké. What the fuck say? Blijf op de hoogte van de laatste nieuwsfeitjes via onze pagina facebook.com/altijd1. What the fuck say? Tot zover deze aflevering van Wat zegt het volk? Wil jij zelf ook je mening kwijt over de lokale nieuwsberichten? Stuur dan jouw bericht, foto of video naar tv@n1.nl. En wie weet zie jij het volgende week terug in de uitzending. What the